We zijn hier aan de Oranjeweg. Ik heb me er speciaal op gekleed. Mooi oranje stropdas. De Oranjeweg is de weg aan de noordkant van Emst. Emst is een plaatsje in de gemeente Epe. Epe ligt daar, nog geen 5 minuten met de auto. En de Oranjeweg gaat hier het bos in. Echt prachtige natuur en ik kom hier uit in Vierhouten. Ook een geweldig mooi plaatsje. Veel horeca, veel terrassen, gezellig. Emst heeft alle basisvoorzieningen. Supermarkt, goede slager, alles heeft het. Veel verenigingen. Maar als u meer wil, dan rij je binnen 5 minuten bij een Epe. Die heeft natuurlijk alles. Ja, Emst is in Nederland ook bekend om het grootste wellnesscentrum. De Veluwse Bron, dat is ook gelegen hier in Emst. En daarnaast zit een hele grote recreatieplas. Een mooi gebied waar je lekker kunt badderen. Maar daar zit ook een waterskibaan in. Met een mooi restaurant waar je kunt zitten aan het terras. Wat bieden wij aan? Wij hebben hier een 200 kap gebouwd in de jaren 50. En die is substantieel verbouwd in 2000. Door een online structuur. Helemaal een mooi plan gemaakt. Er zit een mooie erker aan de voorkant. En de achterkant is heel erg uitgebreid. En ze hebben een patio. Je zult denken een patio. Laat ik het zo zien. Ze hebben het hele dak vervangen. Er zit een nieuw dak op. Geïsoleerd. Nieuwe pannen. En op het dak liggen nog 9 zonnepanelen. Ja, ze hebben gewoon heel veel gedaan. Maar dit is echt een leuk huis om te zien. En het mooie is ook de achterkant. Je kijkt hier prachtig weg over de weilanden. Je ziet daar nu de schaapjes lopen. En dan kijk je zo richting Epe. Ja, waar Emst ook onbekend staat, is het Emsterfeest. Eind augustus hebben ze 3 dagen feest. Staat er een grote tent. Komen heel veel artiesten uit Nederland daar optreden. En iedereen in Emst gaat daar zeker naartoe. En ook deze bewoner. Dus voor 1 september is hij hier niet uit. Want het Emsterfeest wil hij meemaken. Dat Emsterfeest wordt ook georganiseerd door de Oranjevereniging hier. Oranjeweg, Oranje Stropdas. En volgende week is het Koningsdag. Zal dit jaar wel niks worden helaas. Wij noemen het ook nu maar Woningsdag. Dus bij ons kun je gratis waardebepaling krijgen. Maar waar we nu voor zijn, we komen nu voor deze woning. Die ga ik u laten zien. Ik doe de stropdas zometeen wel af, want ik moest gewoon een zolder op. Ik heb al heel lang geen stropdas meer om gehad. Wat ik vergeten was te zeggen is, deze woning is gelegen op een kavel van 455 vierkante meter. Dus best een grote kavel met een grote tuin. Ja, de woning is uitgebouwd, achterkant, ook aan de zijkant. Want hier hebben ze een stukje aangebouwd. De hal is vergroot. Hier links zit het toilet. Er zit natuurlijk een trap in. Dan kom je hier. Aan de voorkant heb je hier een werkkamer. Leuke ruimte, veel licht. En dan zit je aan de straatkant. Nou, dan komen we weer in de hal. Kijk, hier heb je een raam. Hier zat vroeger een deur naar de keuken. Die de keuken is natuurlijk nog, maar omdat de hal vergroot is, heb je gewoon veel meer ruimte. En dan kom je hier in de woonkeuken. Ja, dit is wel een ruimte, gewoon een mooie grote ruimte. En hier zitten ze ook veel, dat zei hij ook, hij is eigenlijk wel een beetje leefruimte. Grote keuken, kan er gewoon een goede tafel in. Mooie hoekopstelling. Met koelkast, vriezer, inductiekookplaat, afzagkap, vaatwas natuurlijk en een oven. En dan heb je mooi zicht op de straat. En die uitbouw, hier hebben ze een soort erkertje aangezet. Zodat je echt heel veel licht erin hebt in deze keuken. Kom weer terug in de hal. Ja, hier heb je een kelder. Die laat ik u zien bij een bezichtiging. En hier zit een bijkeuken. Praktische ruimte. Bent u nog? Ja, bijkeuken zou ik al zeggen. Praktische ruimte, wasmachine aansluitingen, droger, zit verwarming in en ze hebben veel kastruimte. Ja, hier komen we bij de woonkamer. Vroeger was dit het einde van de woning, dus dit. Dus ze hebben eigenlijk een heel huis erachter gezet. Enorme woonkamer, veel licht, ja, mooie ruimte. Kijk, mooie ruimte met open haard, openslaande deuren en veel ramen. Met dat prachtige uitzicht richting Epe. En over de weilanden, waar je de schaapjes ziet dartelen. Ja, veel licht aan de achterkant, maar ze hebben ook een patio gemaakt. Een binnentuin. Wat ook daardoor krijg je heel veel licht in die woonkamer. Als je niemand hier wil zien, ga je hier zitten. Dus is het helemaal besloten. Dan kun je natuurlijk al heel snel zitten als het een beetje lekker weer is. En als je daar door die patio doorloopt, dan kom je eigenlijk in de garage. Die is aangebouwd, het is een vrij grote garage. Ja, naast die patio, die natuurlijk heel veel extra licht geeft in de woonkamer, hebben ze ook nog een leuke detail. Ja, leuk nisjes gemaakt. Ja, het is gewoon wel een heel leuk, speels ingedeelde woning. Dus het is anders. Dit heeft bijna niemand. Gaan we naar boven via een mooie houten trap. Het is een bordestrap met een tussenportaaltje. Komen we op de verdieping. Ja, komen we hier op de overloop. Nou, mooi detail zijn nog die mooie paneeldeuren. Vind ik altijd mooi in zo'n huis. En ze hebben hier nog een glas- en loodraampje hier in de hal. Ook mooi.
Twee slaapkamers, beide voorzien van dakkapel. Grote kamers, de grote slaapkamer heeft nog een kastenwand. Maar ze zijn beide net zo groot dat er in ieder geval een tweepersoonsbed in kan. Kijk, dit is de grootste slaapkamer. De mooiste bedroom. Met kastenwand, dakkapel. Ja, naast die grote slaapkamer zit een hele mooie badkamer. Moderne badkamer met lichtbad, inloopdouche, toilet en vaste wastafel en weer zo'n mooi dakraam waardoor je heel veel licht krijgt. Het kenmerkt dit hele huis wel. Veel licht, heeft architect goed over nagedacht. Hier op de overloop was vroeger een vliezotrap, maar er is voldoende ruimte boven, dus de architect heeft het zo ingedeeld en bedacht dat er toch nog een vaste trap naar zolder kan. Die zitten dus nu in en op zolder hebben hun gewoon een logeerkamer. Hierboven kan ik niet staan, de ruimte is ongeveer 1,80 meter. Dus de meeste gebeelde mensen kan hier gewoon staan. Maar er is voldoende ruimte om te slapen. Ja, en een leuk detail is toch weer zo'n origineel raampje. Zo, wat een tuin, hè? Wat een uitzicht. Mooie, diepe tuin. Ja, en wat ik altijd mooi vind, is dat je gewoon geen achterburen hebt. Ja, de achterburen die je hebt, die lopen hier gewoon lekker in het weiland. Een paar van die schapen. En als je goed kijkt, dan zie je er geen epen liggen. Ja, verrassende woning. Mooie indeling, veel ruimte, grote tuin, mooi uitzicht, veel privacy. En bent u nu benieuwd en wilt u het graag zien? Bel ons kantoor en ik laat u het graag zien. En ik heb daar geen stropdas op, weet u dat?